We hebben twee nazaten van de plantage Honoribo op bezoek, de heer Nora en de heer Blanker. Ik heb begrepen dat er in augustus bestuursverkiezingen gehouden moeten worden. En in dat verband zijn deze heren hier in de studio. Goedemorgen, we gaan starten met de heer Blanker. Goedemorgen, kijkers, luisteraars. Waarom wij hier zijn vandaag? Op 7 augustus aanstaande worden er bestuursverkiezingen gehouden voor het plantage Honoribo. We hebben ons kandidaat gesteld voor deze verkiezing en dan gaat u zich vragen waarom. Die waarom vraag is dat op bestuurlijk niveau het chaotisch is in plantage Honoribo. Je hebt twee vertegenwoordigende lichamen. Eén is een stichting. Die stichting heet Stichting ter Behartiging van de Belangen van de Opwonenden en andere medegerechtigden van de plantage Honoribo. En aan de andere kant heb je de Vereniging Plantage Honoribo, VPO. Ja. Waarom zeg ik bestuurlijk chaos? Onze voorouders hebben een stichting in het leven geroepen. Deze stichting moest de werkadem zijn, die in onderhandeling zou moeten treden met de multinationals, toen de Billiton en de Suralco. Ja. Maar omdat het in het verleden altijd zo geweest is, dat het een deputatie, een deel was uit dat plantagebestuur, dat die stichting bemande, was het geen vuiltje aan de lucht. Maar het moment waarop dat plantagebestuur terzijde werd gesteld en de plantage gedurende de hele tijd gerund werd door die stichting lijkt ik kan het direct zeggen, heeft namens dat plantagebestuur in het verleden mandaat gehad om te onderhandelen. Zij waren de wettelijke vertegenwoordiger van de plantage ten opzichte van de maatschappij. Maar wat zich is gaan ontwikkelen, je hebt nu twee lichamen. Ja. En de Suralco speelde ze tegen elkaar uit. Dat plantagebestuur regeert en de stichting onderhandelt met de multinational. Waardoor Honoribo altijd die grote verliezer is. Hoe die grote verliezer? Je kan bijna niets bereiken met de Suralco. Ja. De Billiton vertrok omdat er geen bestuur was, lijkt niet zeggen. Het waren 3-4 verschillende besturen, waardoor alles wat Honoribo terecht op dat moment toekwam, geschoven werd naar de Suralco, dat dit laat naderhand teruggegeven zo. Ja. Wat nooit gebeurd is. Wat wij nu willen, ja, is dat er een samensmelting komt tussen die stichting en dat plantagebestuur. We hebben uit de stichting een aantal leden genomen en uit dat oud plantagebestuur een aantal. Ja. Zo hebben we samen, zo zijn we samengekomen tot een samensmelting. Ja, dus dan nu gaat er maar één entiteit praten over. Het gaat maar over één entiteit praten. En we willen zo ver gaan, dat is ook al besproken, dat dit zich nooit meer mag voordoen. Waarom? We gaan onze statuut moeten amenderen. Ja. We moeten hem daarin plaatsen dat dat plantagebestuur dat aantreedt
in het vervolg, indien deze stichting niet opgeheven wordt, de stichting, het bestuur zal bemensen. Ja, dus en wanneer dat bemensing het is, toch, in de toekomst, maar op dit moment is, je moet vooruitkijken. En vooruitkijken wil zeggen, je moet vrij kunnen onderhandelen met de Suralco. Wat men niet begrijpt, Suralco zegt we gaan en alles van Plantage Onoribo gaan naar de staat, zoals het nu is gegaan. En wat zie je als nazaat? Je ziet dat jouw gebieden de concessie, teruggegeven concessiegebieden, door de overheid verkaveld wordt aan anderen. Ze komen niet terug in de boezem van Onoribo. Maar de staat houdt deze terreinen voor zichzelf. Ja. En geeft het aan hun vrienden. Hou je punt? Als ik meneer mag, Nora. Ja. Maar hoe staat het huidige bestuur tegen dit voorstel? Om beide entiteiten in één te brengen. Zodat er maar één entiteit is die gaat onderhandelen. Goeiedag. Ja. We waren voornemens dat te doen. We waren al in onderhandeling met het huidige bestuur. Maar naderhand toen we overeen zouden komen van is gebleken dat we helemaal ontkleed waren door het huidige bestuur. Ja. Men heeft ons gewoon ondergeschikt gezet, toch, aan hun. En we zeggen van nee, kan niet. We gaan samen als één lichaam. Niet iedereen, die een is meer dan de andere. We zijn allemaal nazaten. We gaan gezamenlijk één team vormen en daar gaan we voor. Dus op dat gebied is er dan geen overeenstemming beleid, waardoor we nu op het punt staan, gelukkigerwijs, dat er nu verkiezingen zijn. Hebben we toen besloten, ik ben zelf ook lid van het stichtingsbestuur, we hebben nu besloten om dan een paar oude bestuursleden bij elkaar te roepen en dan gezamenlijk nu één team te vormen en dan het tegen Suralco opnemen. Dat is onze doel. Oké, we hebben nog 1 minuut, want het is al 9 uur. Tot slot, na 7 augustus, als jullie zijn gekozen, dan gaan jullie eigenlijk deze stap maken om die stichting te ontbinden. Want die ontbinding kan niet zomaar komen. Als die ontbinding er niet is, dan blijft die stichting bestaan. Dus die stichting moet ontbonden worden. Die stichting kan, ja. Maar ik zei u ook, ik kan een amendement plaatsen, ja. In de statuten voor de bemensing, waardoor het één lichaam blijft. Oké. Okay. Ja. Waardoor het niet zo kan zijn dat de stichting apart leven gaat leiden. Dat willen we niet. Ja. Dat is één van de grote plannen die we willen, maar we hebben ook onze actiepunten die we graag zouden willen uitvoeren. Maar laat ik eerst nog wat zeggen. Ja. Het bestuur van Plantage Onoribo, de VTO, klassen persbericht waarin staat dat gezegd wordt dat ze de enige onderhandelaar zijn met de Suralco. Wat bezijden ze de waarheid? Er is ook daar gesteld dat ze een secretariaat hebben opgezet. Ook bezijden ze de waarheid. Het gebouw zijn ze komen aantreffen, bemand. Enige. Ze hebben dan misschien beter bemand, maar ze hebben niets opgezet. Ja. Want dan moet je niet pronken met datgene wat anderen gedaan hebben. Ja. En indien het zo was dat zij de enige onderhandelaar waren, dat is alles wat ik met de Suralco, dat de Suralco ze niet aangeschreven dat de VPO, dat die stichting erbij moeten zijn, dat de Suralco die stichting ook niet uitgenodigd, toch al gesprek maken. Bent u kandidaat voorzitter? Ja. Oké, dus die begint al een beetje propaganda te maken. Hey, als ik ook wat mag toevoegen. Ja, tot slot. Ja. Ik zie wat we ook hebben moeten meemaken daar in de buurt. Onze jeugd, onze nakomelingen. Het is propaganda.
die worden verwaarloosd. Dus er is niks voor hun over. Ja. Mijn focus alleen maar op geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen. Ja. Men heeft zelf recreatieplaatsen van hun ontnomen. Ja. Alleen om het geld, extra geld te verdienen. Terwijl onze jeugd daarvoor verloren gaat. Ja. Je weet, met sporten kan je dat kind heel veel bijleren. Ja. Weet je? Je geeft dat kind een discipline waarbij dat kind leert van ik moet trainen. En door hard mijn best te doen, kan ik betere resultaten boeken. Wat gebeurt er nu? Ze zitten te hokken. Ja. En door die hokken, toch? Wat komt er daaruit? Optie. Wat is optie? Ja. Poort voor veilig drapje mee. Ja. Die man verdient 100. Die man gaat dat leren. Ja, ja. En wat hebben we dan? Niet elk kind kan achter een bal aanrennen. Klopt. Weet je? Begrijp je? Dus je moet die kinderen gelegenheid geven. We hebben genoeg gronden daar. Weet je? Werkgelegenheid kan gecreëerd worden. Een ouder hoeft niet om 6 uur of 5 uur in de ochtend uit huis te gaan en weer 's avonds thuis komen. Terwijl we net daar genoeg gronden hebben. We kunnen ook een deal maken met de fabrikanten die daar bijvoorbeeld wat willen opzetten. Werkgelegenheid, noem maar op. Weet je? En genoeg ruimte, er is genoeg ruimte voor recreatie voor de kinderen. Ja, begrijpt u? Dus ik wil dat graag gerealiseerd zien. Dus vandaar dat we ons nu verkiesbaar stellen om dan te gaan voor duurzame ontwikkeling binnen onze plantage. En terwijl we vinden met money dat de chinsen kunnen bakken of vernietigen allemaal omdat die mapori. Ja. Begrijpt u? Duidelijk, duidelijk. Alsjeblieft. Meneer Blanker, roep dus maar op 7 augustus, Sojuru. Een paar verkiezingen horen, zodat een plantage bestuur kan, of een verkiezing kan wakaboom. Je kunt hier kijken. Onodbo. Onodbe Karunu. Onodbo Abu Yepi Fanoudu. 7 augustus aanstaande, onodbo bestuurverkiezing. U komt massaal en uw stem op een lijst. F.W. Ed Blanker. Ik ben tak François. Want ik tak François. Maar ik ben niet. Alles is moeilijk. Robby. Alles. Die ook een vettige vooruitgang. Weet dat opbouw voor een oorlog. En dat doe ik afbraak. Wat doe ik opbouw. Zij dat ik tak en dat doe ik afbraak. Lek van de begin af met de drapen. De regera konden. Als er zo'n trouwen potafesi, de libi meki, natuur njang, en de matak altijd. Besturen betekent voortzetten. Zaterdag maar libi moest bogo door een tapu, en dan moest broken af om dat aan op jou. Daarom me begunu, 7 augustus, u collect wamang. Zorg dat we trouwen die OY open. Jou naar mij per nasie met akko garantie.